Welkom bij de tip van de week. Deze week wil ik u kennis laten maken met de functionaliteit Scopebox. Een Scopebox is een kader rondom uw project of rondom een gebied van het project. In dit geval zijn de stramienlijnen gekoppeld aan de Scopebox van het gehele project. Wanneer men de box verandert, ziet u ook de stramienen veranderen. Zo krijgt u de stramienen netjes uitgelijnd naar het gewenste deel van het gebouw. U kunt ook nog een extra scopebox plaatsen, bijvoorbeeld rondom één kavel. In de Views Visible parameter geeft u aan in welke views de scopebox zichtbaar moet zijn. Naast dat u stramienen kunt uitlijnen op bepaalde scopeboxes, kunt u ook views uitlijnen op een bepaalde scopebox. De scopebox geeft u de mogelijkheid uw views, grids, levels en reference planes netjes uit te lijnen naar het gewenste deel van het gebouw.